Oké, hier is een filmpje voor 3 HAVO over vragen 51 en vraag 52 van hoofdstuk 9. De vraag staat hier. Er staat, Frank heeft een groot aantal dvd's. Om een goed overzicht te kunnen houden, voorziet hij elke dvd van een lettercode. Hij gebruikt uitsluitend de letters A, B, C, D, E, F en G. Hoeveel 4 lettercodes kan Frank maken als bij vraag A herhalingen niet zijn toegestaan? Oké, dus hij gaat als dvd's, ik weet niet wie die nog gebruikt, maar Frank blijkbaar wel. Hij gaat als dvd's gaat hij een lettercode geven. Dus een code bijvoorbeeld, het moet een 4 lettercode zijn, dus een mogelijke code is bijvoorbeeld D, B, A, F. Ja, bijvoorbeeld. En er staat hier, hoeveel codes kan hij maken als herhalingen niet zijn toegestaan? Nou, dat betekent dat als hij de letter A al gebruikt, dan mag hij die niet nog een keer gebruiken. Nou, er zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters die hij kan gebruiken. Dus als hij een lettercode wilt maken, dan heeft hij voor de eerste letter, kan hij kiezen uit 7 verschillende letters om te gebruiken. Daarna zijn er nog 6 over, daarna 5 en dan als laatste nog 4. Dus het aantal codes wat hij kan maken is dan 840. Dus zoveel codes kan hij maken. Dan een vraag B. Daar is de vraag, hoeveel codes kan hij maken als elke letter meer dan één keer gebruikt mag worden? Dus nu mag je ook bijvoorbeeld een code maken D, D, E, D. Dat je de D gewoon 3 keer gebruikt, dat mag gewoon. Dus voor de eerste letter heb je 7 mogelijkheden en daarna nog steeds, want je mag ze nog steeds allemaal gebruiken. En daarna nog steeds en daarna ook weer. Dus als je dit korter wilt opschrijven, kun je opschrijven 7 tot de macht 4. En nu is dat voor deze vraag niet zo heel erg interessant. Maar we doen er straks eentje waarbij dat wel heel erg handig is. Anders dan moet je een heleboel getallen opschrijven. Het antwoord hiervan is 2401, dus zoveel codes kun je maken. Ja. Gaan we naar vraag C. Daar staat, hoeveel codes kan Frank maken als herhalingen zijn toegestaan en de code begint met CD? Okay, dus de code moet nu beginnen met CD. Dat betekent dat de eerste letter moet een C zijn. Dus hij heeft maar één mogelijkheid, namelijk een C. Daarna heeft hij nog maar één mogelijkheid, en dat is namelijk een D. En de herhalingen zijn toegestaan, dus daarna kan hij gewoon elke letter gebruiken die hij wilt. Dus 1 keer 1 keer 7 keer 7. Dus je kunt 49 codes maken die beginnen met CD. Gaan we naar vraag D. Klein beetje strikvraag aan het einde. Maar goed. Als elke letter maar één keer gebruikt mag worden en de code moet beginnen met CD. Dus de code moet beginnen met CD, dus we hebben weer 1 keer 1. En elke letter mag maar één keer gebruikt worden. Dus hier heb je geen 7, maar een 5, want C en D heb je al gebruikt. En hier heb je dan een 4, want je hebt al 3 letters gebruikt. Dus je kunt 20 codes maken die met CD beginnen en voor de rest geen één keer dezelfde letter hebben. Ik wou in deze video ook nog graag vraag 52 met jullie doornemen. Dus dat gaan we ook nog doen. Bij vraag 52 staat, een pincode bestaat uit 4 cijfers. Voorbeelden hiervan zijn 0065, 8632 en 4444. En je kunt natuurlijk nog veel meer maken. Dat is ook vraag A. Vraag A is, hoeveel verschillende pincodes zijn er in totaal? Nou, een pincode bestaat uit 4 cijfers. Er zijn in totaal 10 verschillende cijfers, namelijk van 0 tot en met 9. Dus als je 10 keer 10 keer 10 keer 10 doet, dat betekent dat je 10.000 verschillende pincodes kunt maken. Deze vraag kun je ook anders bekijken. Je hebt natuurlijk de getallen van 1 tot 9999, maar je hebt ook nog de pincode 0000, dus vandaar dat je dan op 10.000 uitkomt. Dus vraag A is 10.000 pincodes. Dan vraag B, daar staat, hoeveel pincodes zijn er met 4 verschillende cijfers? Dus dit lijkt een beetje op vraag 51. Dus dan krijg je eerst weer 10 cijfers om uit te kiezen, vervolgens nog 9 en dan 8 en dan 7. Dan kom je uit op 5040 pincodes. Gaan we naar vraag 2. Vraag C, niet 2. Bij C staat, hoeveel pincodes zijn er met 4 dezelfde cijfers? Dus ze moeten nu allemaal hetzelfde zijn. Dus dat betekent dat je hier 1 van die 10 cijfers kiest. En vervolgens heb je hier niks meer te kiezen. Die moeten allemaal hetzelfde zijn. Dus dan kom je uit op 10 pincodes die je dan kunt maken. En dan vraag D, hoeveel pincodes zijn er met uitsluitend oneven cijfers? Nou, de oneven cijfers zijn 1, 3, 5, 7 en 9. Dus je hebt 5 oneven dingen om uit te kiezen. Dus 5 keer 5 keer 5 keer 5. Je kunt dan in totaal 625 verschillende pincodes.